Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Dit is de satellietfoto van half twee vanmiddag. We zien dat in sommige delen van het land de zon al flink schijnt. Vanuit het oosten komen er steeds meer gaten in het wolkendek. Maar ook later vanmiddag en vanavond zullen er nog wel plekken zijn waar bewolking overheerst. En het kan ook nog steeds een beetje nevelig zijn. Het weerbeeld voor vanavond ziet er dus zo uit. Het is wisselend bewolkt. Opklaringen krijgen wel steeds meer de overhand. Zo halverwege de avond is de temperatuur weer gezakt naar zo'n min 1 tot min 4 graden. En er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Die wind gaat iets aantrekken in de nacht. Daardoor is de kans op mist lang niet zo groot als de afgelopen nachten. Het kan nog wel een beetje nevelig zijn. De minima komen uiteindelijk uit tussen de min 2 en plaatselijk min 8 graden. Dan morgen overdag in eerste instantie nog wat wolkenvelden in het westen en noorden van het land. Verder schijnt de zon al flink. In de middag zal overal de zon geregeld schijnen. Het blijft droog. En uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 1 of 2 graden boven het vriespunt. Er waait een matige wind uit het oosten, later draaien naar het zuidoosten. En die wind die zorgt er wel voor dat het een stuk kouder aanvoelt dan dat de thermometer aangeeft. Dan de dagen daarna. Op de vrijdag zien we dat er langzaam aan bewolking weer in het weerbeeld komt. Dat is vooral hogere bewolking die in de loop van de dag over het land schuift. Wat vooral opvalt verder is de temperatuur die pakt een stuk hoger uit dan de afgelopen tijd. Middagtemperatuur tussen de 5 en 8 graden plaatselijk en dat alles bij een matige zuidoostelijke wind. Op zaterdag steeds meer bewolking, die bewolking wordt ook dikker. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond in elk geval droog. Daarna neemt toch de kans op neerslag geleidelijk aan toe. Maar vermoedelijk zal het pas in de nacht naar zondag of zondagochtend zijn dat de eerste neerslag gaat vallen. Ja, en dan de zondag zelf, die verloopt vrij grijs met veel bewolking en het is regenachtig. In het weekeinde zien we verder de rest, de middagtemperaturen zo tussen de 6 en 8 graden. En er waait een matige wind veelal uit zuidelijke richtingen. En dan tot slot kijken we nog even wat verder vooruit. We zien duidelijk dat we het echte Winterse weer kwijtraken. De middagtemperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden en in de nachten kan het soms vriezen, maar meestal is het ook dan iets boven het vriespunt. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl